644, good morning, Whiskey Papa inbound. Morning 644, number 2, Foliati. Roger. KLM 644, out of marker. Off India, on the ground, 16. Off India, the third high speed. Hello, KLM. 4808. Goedemorgen, just past Whiskey Papa inbound. Are you uniform on your base? Down in base, indeed. Okay. 4808, Roger, number 2. Post up. 644, Roger, number one aircraft touching down. Roger, what is the wind check, please? The wind is 250 at 18. Thank you. 644, clear to land on 27, the wind 250 at 22. KLM 644, the clear land. Roger, how many overlaps? The traffic ahead, 644 is waiting for you, sir. Yeah. Thank you. I've just come to ask. Jumbo, another one. Jumbo, to rely on. You are the clouds of stormy weather. Jumbo, you're amazing. Jumbo, when you're flying, between your wings I wanna travel. Alsjeblieft, het KLM-vliegtuig vlucht KL 644 uit New York is geland. KLM Jumbo Jet. Ik heb een beetje dezelfde. 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 Ik
Kivit, hangar 11. Meneer Schreuder, zegt u het eens. BUA, Mississippi, 10 uur 10, Charlie 55. Spreekt u maar. De BUA baan kruising 29 gebaseerd. Ik dank u vriendelijk. Plaatsen in baai 1 graag. Bedankt. We zullen beginnen met motor 1 en 4 te demonteren. Ja. Als dat gereed is, dan gaan we de machine opkrikken en indokken. Ja. Ja, en als dat de neusdokken erbij staan, die leading edge flaps module, die moet er ook uit. Die moeten voor dezelfde voorkeur. Ook alles om weer steeds gereed te zijn voor een zeventiende. Ja, dus dat we dan ook mee kunnen. Ja, onze zeventiende is 17 augustus. Dus we moeten een klein beetje meer power erachter zetten om de onderdelen uit te bouwen om ze weer op tijd terug te hebben. Ja, dus voor hier hebben we al zeker 2 generatoren. Daarna laten we de radiomensen starten met het uitbouwen van de navigatieapparaten en de automatische pilootcomputers. Waarom nou al? 17 augustus moet die pas weer? Dit is voorkeur uitbouw, want die moeten terug naar de fabriek om gereed te zijn voor 17 augustus. Ja. Als we mensen over hebben na het indokken, gaan we de cabine leeghalen om alle stoelen uit te bouwen. Ja, met mevrouw. Wanneer wilt u precies gaan? We hebben u al een datum in uw hoofd? 17 augustus. 17, we gaan eens even zien. Ja, heel graag. Nou, u boft, want er gaat er een Boeing 747 van de KLM. Dat zijn nieuwe grote machines. Ja, die u dat is super, waarschijnlijk die van gehoord. Juist, ja? Ja, ja. Heeft u nog bijzondere wensen misschien? Nou ja, Zoutloos. Oh ja. Mevrouw is namelijk zoutloos, die eet, hè? Oh, dat is geen probleem. Ook geen probleem. Dat zetten wij er voor u op. We gaan dat voor u aanvragen. En dat wordt allemaal prima gereserveerd in het vliegtuig. Gaat dat nu meteen gebeuren? Enkele seconden gebeuren. Ja, dat gaat op het elektronische reserveringssysteem. Oh, een beetje hoorde. Ja, gaat uw gang, meneer. Straat, wil u even voor mij reserveren? Hier, mevrouw Jansen. 17 augustus, de KL 767. Good morning, I have a question to you. I have a ticket from Amsterdam to Nice and then to Tunisia. But I first want to go from Nice to Paris and then from Paris to Tunisia. Next day. So from Paris? No, from Amsterdam to Nice. Guten Tag. Guten Tag. Können Sie mir behilflich sein? Ich habe hier einen Vlug. Daar kunnen we zelf. Goedemorgen, dat wordt 9:15 uur vertrek en dan bent u in B, 10:15. Ja, we nemen een hele ziekenhuis mee. Dan kunt u terug morgen avond. Wat kost dat? Dat is wel een beetje prijzig. Nou, dan weet je dat dan, dan gaat het gewoon als vlecht mee. De hele installatie. 14 nacht 12 uur. 17 jaar vroeg. Kunnen ze dat boeken? Ja. Nou, dan boekt hij dan maar op 17 augustus. Ja. Ja, bedankt hè. Dag. Jongens, maak eventjes attentie. We gaan weg op vrijdag 17 augustus. Als dat gereed is, dan gaan we de machine opkrikken. I made my reservation.
dergelijke. Ja. Zingen zo? Zit er al wat op? Die leading edge flaps moet je doen, er ook uit. Dan voor dezelfde voorkeur. Ook alles om weer steeds mee te zijn voor een zin. Dus dat ze dan ook mee. Ja. I'm going home. Straks niet te veel opvalt als het overgaat dus van deze proef straks daar op de... Daar zijn we mee bezig, maar daar zijn we nog niet uit. Nee, dat zeg ik. Jan, jij verder niks? Ja, voorzitter, ik heb een verzoek van de vestiging Engeland om de daaraandienst een uur te vervroegen. Dag raam, ja. Kan dat? Ze bieden daar dus een aantal extra passagiers voor. Ik wou graag kijken of dat een mogelijkheid biedt. Waar praten we over? Je ook deze winter nog? Nee, komende zomer. Komende zomer. En wat is het? Dat is de deurverbinding naar Londen. En wat is dat? Twee passagiers per dag? Nee, op weekbasis is het gemiddeld 30. 30 per week. Beide diensten of één specifieke dag? Allebei de dienst. Allebei de Nou, nee, dat kunnen we niet maken, meneer de voorzitter. Er zit voor de daaraandienst, voor die vertrekt, zit er een C-inspectie. De technische dienst die komt daar precies mee klaar, maar er is beslist geen uurspeling meer. Geen goed, beginnen we geen met raam. De pilot's pre-flight check. Waar is het gat? Nav equipment, check. INS, check and set. Altitude alert, check. Airspeed bugs, set. Radio altimeters, check. Tati PR, set and check. Radar and transponder, set. ADFs, set. Communications, set. Oxygen and interphone, check. Flight engineer, check here. Instrument warning, check. ADIs, check. Dat ligt bij politiek in Engeland. Ja, meneer de voorzitter, dat is eigenlijk bloot om hout ijzer. Of je nou met de BAE aanvoert of met de KDM. Wij hebben die rechten op de raam van de Engelse zijde. Dus voor mij maakt het geen enkel verschil uit. Kun je ook gewoon adverteren? This is a KLM RCU presentation of the airport Hong Kong. The southwest approach. Descent in a Chung Chau, Charlie Charlie, holding to 3500 feet. After passing Chung Chau on the inbound heading of 045 degrees, a figure of eight procedure brings the aircraft down to 1000 feet inbound to Charlie Charlie, again on the heading of 045 degrees. Over Stonecutters Island, we start our turn in direction checkerboard in the middle of the picture to pick up the lead-in lights maintaining 1000 feet. After passing the coastline, start descending with about 700 feet per minute. The first red bar of the lead-in lights on this side of the tennis court can be seen in the middle of the picture. Approaching the first red bar. Turning in for the final approach, keeping the racetrack to the right, descending through 500 feet. Over Stonecutters Island, we start our turn in direction checkerboard in the middle of the picture
to pick up the lead-in lights, maintaining 1,000 feet. After passing the coastline, start descending with about 700 feet per minute. The first red bar of the lead-in lights on this side of the tennis court can be seen in the middle of the picture. Approaching the first red bar, turning in for the final approach, keeping the wrist on the right, descending to 500 feet. De plaatsbespreking die begint om 9:50.
zou ik graag het weer voor de route Madrid-Lissabon voor de 767 van u willen weten. Er is een kaart van 9 uur van vanmorgen en een hoge drukgebied over Scandinavië en een langzaam opkomend laag west van Frankrijk beheerst nog steeds het weer hier met een harde zuidoostelijke stroming. Actief weer komt voor langs het front met onweersbuien over West-Frankrijk. Een volgend front loopt langzaam in oostelijke richting en beïnvloedt het weer in Portugal. En de verwachting is dat het koufront om 3 uur... Met 767 naar Madrid, Lissabon, heeft u de gegevens voor ons? Ach, genoeg. Moet u er rekening mee houden dat de runway 1533 niet gebruikt kan worden? Miss US, en de ALS op 33 is ook nog buiten gebruik, hè? Fijn. Dank u wel. Sayed, wij gaan naar Madrid, Lissabon met de 767. Goedemorgen, meneer Klauw. Meneer, dit is de Unke Alpha geworden. Ongeveer op vliegtuig voor 2 uur en 5 minuten. Zo, nou, eens even kijken. Allereerst of de brandstof klopt. Hè. Zou je even in de grafiek willen kijken? Ja. Uitwijkhaven is Lissabon. Ja. En dat doen ze hier op 37.000 voet met een component van min 15 doen ze 50 minuten over. En daarbij geven ze een brandstof van 15.300 kilo. Ja, dat kan vrij aardig, ja. Goed zo. En dan gaan wij eens even het startkaartje maken. Stabilizer setting. 7,2 is 14. 7,2 is 14. Doen? Ja. Goed, beginnen we met de pilot's pre-flight check. Nav equipment, check. INS. Attentie alsjeblieft, passagiers van de KLM, lucht 767, naar Airstreet Bugs. Als please. Ja, fijn, dankjewel. Ja, dankjewel. Oh. Instant warning. Check. ADI's. Ja. Check. And my side. Load enunciators. Check. My side as well. Heading indications. Check 240. 240 here. Flight director computer selectors. Charlie. Set. Bravo. Flight director pitch wheels. Set for takeoff. Pitch mode selector. Off. Altitude mode control. Thank you.
I do, I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been. Roger, is Roman Equipage 2152. Roger, like a star, a great one, yes you are. I'd be the last one to deny. I could have known it long ago, 'cause I've watched your pretty shows. I've seen you. Long ago, 'cause I've